Ja. Meneer Blokhuis, uh, uw fractievoorzitter Segers die wil niet door met Rutte. We gaan even kijken naar uh, een quote van hem. Wat wij hebben besloten is dat wij als ChristenUnie-fractie geen deel kunnen uitmaken van een eventueel kabinet Rutte 4. ChristenUnie-leider Segers is op het online congres van de partij verder ingegaan op zijn kritiek op premier Rutte. Veel mensen vonden dat ik meer de man speelde dan de bal. Te veel Rutte, te weinig ons allemaal. Ja, u bent van dezelfde partij. Vond ja. u dat ook? Ik vind uh, het heel goed dat Gertjan Zegers uh, kritisch heeft geluisterd. Of heeft geluisterd naar kritische geluiden om hem heen. En dat hij zich ook kwetsbaar heeft opgesteld. En die heeft in de spiegel gekeken van. Ja, ik heb ook inderdaad op de man gespeeld. En, maar hij heeft nog iets gezegd. Hij zei, ik maakte zelf ook deel uit van die cultuur. Want wij zitten ook in dat kabinet. Nou, dat vind ik een hele knieval, zeg maar. Dat vind ik een mooi gebaar. En. Uh, ja, dan heb je wel weer een gesprek vervolgens, in plaats van dat je met de ruggen naar elkaar gaat staan. Ja, nu, nu laat hij toch een beetje uh, boven de markt hangen dat hij de deur toch weer op een klein keertje zet om te gaan regeren en ook om wellicht met de Rutte te gaan regeren. Hoe kijkt u daar tegenaan? Nou, ook daarvan zegt Gertjan Zegers, wij zijn helemaal niet aan bod. Uh, wij zijn de tiende partij in het parlement. Nee, dat weten we allemaal wel, ja. maar het kan zijn dat u op een dag uh, aan bod komt. Ja. Nou, diezelfde van dus... zegt altijd ook van je moet genade hebben en laten we ook af en toe eens iemand iets vergeven. En volgens mij wil hij wel in gesprek met mensen, maar volgens mij zit hij er wel nog vrij stevig in dat hij überhaupt van die cultuur af wil. Maar dan kijkt hij ook kritisch naar zichzelf. Dus ja. Voor... Ik snap het nu eigenlijk niet meer. Nee. Wat zegt u nu? Zou u nou in een nieuw kabinet stappen met uh, Rutte of niet? Nee, maar dat heeft Gertjan Zeggers ook nooit gezegd. Nee, Gertjan Zegers heeft ook zelf uh, niet gezegd van de kousen af, we gaan weer uh, over tot orde. Nee, hij, niet gezegd. Hij, hij heeft de deur op een klein keertje gezet. Ja. Dus het, wordt het, het kan, valt al. Het kan ja. twee ja. kanten op. Ja, maar, het kan uh, bij u ook twee kanten op? Volgens mij is het heel onverstandig om allemaal deuren dicht te smijten. Uh, maar nogmaals, Gertjan Zeggers heeft niet gezegd van nou jongens, uh, niks gebeurd, we gaan gewoon weer verder. Uh, volgens mij wil hij serieus met iedereen in gesprek. En hij heeft ook gezegd, en het is helemaal niet voor de hand liggend, dat de ChristenUnie nu weer aanschuift. We zijn de tiende partij en er zijn er een heleboel voor ons die eerst aan de beurt zijn. Maar u zou met beide opties kunnen leven, u. Nou, ik vind dat het land geregeerd moet worden. Ik vind dat mensen verantwoordelijkheid moeten nemen en dat moeten mensen zijn die elkaar kunnen vertrouwen. Uh...